Deze week worden er oefeninterlands gespeeld en voorheen betekende dat dat Frank de Boer zich bij de staf van Bert van Marwijk kon voegen. Maar de trainer kan zich nu volledig richten op Ajax 1. En ook Demi de Zeeuw blijft thuis. De middenvelder ligt toe waarom hij niet is opgeroepen voor Oranje. Nou, we hebben met de dokters voordat de selectie bekend werd gemaakt al contact gehad en die vroeg hoe ik ervoor stond. En ja, toen hebben we gezegd dat het beter was om niet te gaan en zodoende ben ik nu niet daar. Okay, dus dat is in goed overleg besloten? Ja, dat is in goed overleg gaan en ja, ik denk dat het voor mij nu beter is om gewoon hier te trainen en gewoon de hele week volle bak te trainen en een eigen programma te hebben. Ajax deed afgelopen weekend goede zaken doordat zowel Twente als PSV punten lieten liggen. En zelf natuurlijk won van de Graafschap. Toch kon er geen tevredenheid heersen over het vertoonde spel. Ja, het gaat een beetje met vallen opstaan. We hebben eerst heel goed gespeeld, toen wat minder. En dit was ook een mindere wedstrijd, maar je wint wel eigenlijk gewoon met 2-0. En je had nog wel meer goals moeten maken. En ik denk dat dat een beetje aan schort, dat we niet de kansen gelijk afmaken. En dan speel je gewoon een moeilijke wedstrijd. Terwijl als je met rust 2-3-0 voor staat, dan wordt het gewoon veel makkelijker en dan zegt iedereen goede wedstrijd en dat is niks aan de hand. Frank de Boer noemde het een draak van een wedstrijd. Hoe heeft hij dat op jullie overgebracht? Was hij kwaad? Nou, in de rust was hij, we speelden denk ik voor de rust te laag tempo en we zochten niet goed. We moeten snel herkennen waar te halen valt in de wedstrijd. En nu zag je dat de backs continu vrij waren en Chris daarna ook. Maar ja, dat duurde te lang voordat we Chris zochten. En als we de bal hadden, dan waren we te onzorgvuldig eigenlijk met de kansen. En ja, dan speel je inderdaad een draak van de wedstrijd. Door zijn blessure bekeek de Zeeuw de wedstrijd vanaf de bank. En vanuit die positie kon hij goed zien wat er fout ging. Maar de middenvelder neemt het op voor zijn ploeggenoten. Vanaf de kant of vanaf de tribune zie je altijd veel makkelijker. En dan is het ook makkelijk om te zeggen, ja, die speelt niet goed of dat gaat niet goed. Terwijl als je in het veld staat, gaat alles zo snel. En dan mensen die nooit profvoetbal hebben gespeeld, die weten niet hoe snel het eigenlijk gaat. En hoe snel ruimtes ontstaan en weer weg zijn. En vanaf de tribune is het allemaal makkelijk zien en makkelijk zeggen. En, eigenlijk zou iedereen een keer ertussen moeten lopen om te oordelen. Want ja, je wordt heel snel gezegd, die speelt heel slecht of dat gaat helemaal verkeerd of die kan er niks van. Maar zodra je in het veld staat, weet je pas hoe snel het gaat.